Het begint een vaste gewoonte te worden. NEC die besloten traint in het Goffertstadion. Het bevalt blijkbaar de technische staf wel. En op deze manier kan de focus vol op de wedstrijd van zondag. Want... Er mag wel een keer weer gewonnen worden thuis, hè? Dat is al lang geleden. Ja, zeker. Dat is heel lang geleden volgens mij. Dus ja, het moet wel eens een keer gebeuren nu. Inderdaad. Dus ja, we gaan er vol voor zondag. Dus ja... Weet je nog hoe het liedje gaat als er gescoord wordt? Of zijn we dat al vergeten? Nou, ik ben het bijna vergeten, denk ik. Ja, de ja-papa-pa, hè? Oh, ja. Nu ken ik het weer, inderdaad, ja. Naast gewoon weer eens thuis winnen, is een playoffplek voor Europees voetbal nog steeds in zicht. Ja, klopt. Dat is niet veel veranderd de afgelopen weken. Ondanks dat we zelf geen wedstrijd hebben gewonnen, hebben de ploegen om ons heen het ook lastig om punten te halen. Dus blijft het spannend tot het einde. Daar willen we graag in meespelen. Hè? Dus, maar dat kan alleen als je wedstrijden wint. En ja, zondag is daar de eerste kans voor. Hoe kijk jij daarna, naar die plek 8? Ik denk belangrijk. Vooral deze wedstrijd met de concurrent voor de play-offs plek. En ik denk dat we gewoon alles moeten geven zondag. En proberen van de concurrent te winnen. Dat is dus wel lekker dat je nog steeds meedoet voor de 8e plek. Ja, dat is zo. Alleen we moeten niet vergeten dat handhaving ook al een prestatie is. En dat is onze doelstelling geweest gedurende het seizoen, dat we onze hand zouden haven. Nou, dat hebben we al best in een snel stadium kunnen bespelen. Dat moeten we vooral niet vergeten, want we zijn gekomen van de 7e of 8e plek van de eerste divisie. En uiteindelijk is het mooi dat we nu nog meedoen om die play-offs en daar gaan we alles aan doen. Voor Tofsan zit het al een aantal wedstrijden niet zo mee. Kritisch puntje, hij creëert te weinig. Ik snap dat je dat zegt inderdaad. Dat we de eerste helft tegen Utrecht heel weinig hebben gecreëerd. En de tweede helft wel iets meer, alleen denk ik niet goed genoeg. En maar ik moet zeggen, de aanvallers moeten ook wel de gelegenheid krijgen en de ballen krijgen om daar wat mee te kunnen doen. Dus ik denk dat de combinatie daarvan is. De vraag is natuurlijk, zien we Tofsan volgend jaar nog wel in de Goffert? Of is er al een andere club in beeld? Ja, voor open wel. Ik denk dat ik ook eerder heb uitgesproken dat ik misschien wel de stap wil maken. Maar dat wat je zegt, dat moet een goede club komen. En dat zie ik dan wel. Goed, en dan weer naar de wedstrijd van zondag. De Eagles komen naar het Goffertstadion. En er moet gewoon weer eens een thuiswedstrijd gewonnen worden. Nou goed, dat is een ander doel natuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk wil je graag daarvoor mee blijven doen. Maar het mooiste zou zijn dat we in ieder geval die laatste twee thuiswedstrijden goed afsluiten. Ik vind wel dat we in de laatste thuiswedstrijden beter gevoetbald hebben. Ajax, Twente, waar we tot de 10-man eigenlijk prima speelden. AZ, waar we en ook tegen Sparta niet helemaal gelukkig waren met alles wat eromheen gebeurde. Maar daar staat wel een stijgende lijn in. En tegen Go Ahead willen we dat graag voortzetten. Nou heb je ook weer de beschikking over Ali, weer een spits. Gaat hij spelen? Die kans is wel groot, ja. We hebben de afgelopen weken de spitspositie anders moeten invullen. Dus, en Ali is een spits en is uitgerust. De Ramadan is voorbij, dus dat zijn de positieve dingen. Zondag om 11:15 speelt NEC thuis in een volle Goffert tegen Go Ahead Eagles. En die wedstrijd is natuurlijk weer live te volgen op de radio bij RN7.